Goedemiddag iedereen. Ondanks het winnen. Het regent hier behoorlijk. Maar dat mag de pret niet drukken. De wedstrijd zal hier sowieso worden gespeeld. Wij, Jeroen Rutte en ikzelf, Sjoerd de Vos, zijn uw hoop in bange dagen. En we zullen zien deze wedstrijd. Hopelijk wordt het een mooie. En ik voel aan alles dat dit een geweldige wedstrijd gaat worden. Ziet, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Volgens mij kan dit een enorm leuke wedstrijd worden. Dit is een team dat zo dadelijk in deze samenstelling aan het duel gaat beginnen. De tactiek die de trainer hier voor ogen heeft met deze aanvallende 4-5-1 variant lijkt me duidelijk. Verdedigen en hopen op een counter. Ja, die indruk krijg ik ook. Het probleem is wel dat je bij zo'n uitbraak maar één echte spits hebt. De opstelling van de tegenstander. Dit moet een 4-3-3 opstelling zijn met vleugelspelers. Veel aandacht dus voor de mensen op de flank. En we zijn begonnen. Ik hoop op een mooie wedstrijd, Siert. En met die actie weet hij de bal af te pakken. Ross Barkley. De bal is ingeleverd. Hij onderschept die bal. En nu snel schakelen voor de counter. Mooi gered, zeg. Oh, schitterend. Normaal gesproken gaat zijn bal er toch in. Aanval wordt zo gestopt. Goed gedaan. Nou, wat een lompe actie zeg. Daar kun je iemand akelig mee blesseren. Wat mij betreft is het een rode kaart. Nou, de toon is gezet. Rode kaart, zeg jij er maar wat van, Jeroen? Nou. Ik kan in ieder geval zeggen dat dit niet handig is. Hij heeft niet lang op het veld gestaan. En alle kans dat deze wedstrijd nu gaat ontsporen. Ze hebben besloten om een speler van de bank te halen. Moeteloos deze redding van de keeper overschijnen. Mooie positie om de bal te heroveren. Hij dacht, ik waag het er een keer op. Oh, en net over de lat. Wat een schot. Ross Barkley. Over de flank, want daar ligt nu de ruimte. Dat doet hij goed. Dribbel, dat komt hij aan hoor. Hij schiet hem. Oh, dat schot.
Leek dus niet zo dreigend als ik dacht. Makkelijke bal voor de doelman. Oh, wat een kans! Oeh, zonde van die kans! Zou het kunnen voorkomen hier? Ja, dit soort kansen, die moet je gewoon verzilveren. Hoe kun je zo'n mogelijkheid nou laten liggen, zeg? Grant. Je kan hem pakken. Daar is hulp van een teamgenoot. Hij weet het schot tegen te houden. Grant. Overwegen hun opties en opbouwen. De bal wordt weggewerkt. Ross Barkley, goed werk zeg, om hem daar af te pakken. Een kans op een counter. Listige steekbal. Tijd bij de bal en meteen onderweg. Ze scoren het eerste doelpunt van dit duel. Bij dit doelpunt gaat een heleboel goed en toch ook een heleboel niet goed. Eerst maar eens die paas, ja, die is perfect. Helemaal op maat. Maar de doelman komt hier niet geweldig uit de verf voor. Hij had veel meer kunnen betekenen. Zeker als de inzet in die hoek terechtkomt. De score is geopend. Het is 1-0. Staan ze uitstekend over te spelen, zeg. Deze kan erin. Hij raakt die bal vol, wat een knal, zeg. Ja, en hij gaat maar net naast, hè. Anders was het een doelpunt geweest. Gezocht. Helaas, voor de belovende aanval komt nog ten einde. Zwakke paas, zeg. Zonde. Ruim baan op de vleugel. Hij zat er goed bij. De bal gaat uit voor een inworp. Hij raakt die bal nog. Anderson. Nog 2 minuten extra speeltijd. Dat is nou goed gebruik maken van het balbezit. Overtreding. Oh, kijk naar die plek. Een mooie plek voor een doelpoging.
Nou, de eerste helft hebben we weer gehad. De tweede helft. En we hebben afgetrapt. Het andere team weer aan de bal. Er wordt aan de opbouw gewerkt. Komt er het doelpunt aan? Ja, die tellen we. En ze leiden nu met 2 doelpunten verschil. Een uitbraak. En door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal kun je gewoon helemaal op zijn naam zetten. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. Iedereen gaat klaarstaan voor de hoekschop. Laten we nog eens naar het doelpunt kijken. Niet voorgegeven, tot de kop. Met de bal naar binnen. Zo doen we dat. Nee, ze belaten kwijt. Ontstellend, wat een zwakke doelpoging. Van zo'n afstand mag je toch iets meer verwachten. Ja, dit was een abominabele afronding. Maar ik denk dat de doelman het niet erg zal vinden. Voor hem was het te makkelijk. Schot is onderweg. Deze gaat niet op doel, maar het was een aardige kans. Nou, ze proberen het in ieder geval. Ik vind dat je ze daar ook de credit voor mag geven. Er worden 2 spelers gewisseld. Kevin Wiemer. Die bal is hij kwijt. Blijft goed aan de bal. Schot om de achterstand in te lopen. Wat een geweldige bal. Het is maar 1 doelpunt, maar ze staan wel achter en zullen iets moeten doen. Dit soort solo's zijn toch altijd heel fijn om terug te kijken. Hè? Het moet je nou toch eens zien. Wat een klasse. En er is niemand die echt kan ingrijpen met uiteindelijk de afronding. Het is in elk opzicht schitterend. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. Haskins. Ze maken uitstekend gebruik van het balbezit. Nauwelijks een inspanning van die doelman nodig om die bal te pakken. En de bal kwijt.
Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. En dat is einde aanval. De tegenpartij stelt orde op zaken. Hij krijgt hulp. Dat was echt een te zwakke paas. Kans op de gelijkmaker. Oh, hij miste wel zijn kantinepaas aan de machtwegeling. Wat zonde zeg, bijna de gelijkmaker. Tja, maar dit is toch gewoon prutswerk? Ik heb geen ander woord voor. Prutswerk, deze bal had gewoon moeten zitten. Moet er langs gegaan. Bal gaat buiten. Inboord. Het team krijgt twee verse krachten. Ja, hij heeft de bal nog wel, maar hij lijkt geblesseerd. Als hij zo gaat dribbelen, dan moet je uitkijken hoor. Hij neutraliseert precies op het goede moment het gevaar. Over 7 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Hieruit kan een counter voortkomen. Kijk, dit is de scheidsrechter. Die snapt het. Hij laat gewoon doorspelen. Lijkt me een juiste beslissing. Misschien wel een ABC. Net op tijd ertussen. Kevin Wiemer. James nu. Ja, een schot. Dat schot kijkt de doelman gewoon naast. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Dat is het laatste fase. Ze winnen in eigen stadion. Nou, was een leuke wedstrijd, zie je het. Het ging behoorlijk gelijk hoor. Maar dat ene doelpunt heeft dan uiteindelijk toch voor de beslissing gezorgd. Ze weten vandaag dus niet te winnen. Maar hij zelf speelde een geweldige wedstrijd. Alle reden om tevreden te zijn vandaag met de overwinning. Maar natuurlijk ook met de goal. Voor een speler telt dat.